Hallo! Hallo! Welkom bij deze nieuwe fan video. Vandaag doen we de I Do My Grandma's Makeup Tag. Oftewel, ik ga oma vandaag opmaken. Wat vindt u daarvan? Geweldig, dat heb ik altijd al eens een keer gewild. En het is leuk dat oma dat zegt, want Fem is natuurlijk niet echt meer een beauty kanaal, maar eigenlijk is make-up ook een soort van lifestyle. En wat oma nu al zegt, ze heeft eigenlijk nooit make-up op. Nee. Toch ja. Oma? Nee, nooit eigenlijk. Alleen toen mijn dochters gingen trouwen, toen ben ik eens een keer naar een schoonheidsspecialist geweest. Vandaag wordt u dus ook weer even in het zonnetje gezet met make-up door mij. Ik ga eens kijken, oma. U mag uw bril even afzetten. Jazeker, dan doen we. Zo. Oeh. Even kijken, oma's huid is eigenlijk al een mooie kleur. Ja. Ik doe een heel klein beetje, ga ik foundation erop kijken hoe dat staat. Doe je wel een dagcreme, oma? Nou, ik doe eigenlijk 's morgens ga ik onder de douche en dan doe ik altijd crème. Ja, wat voor crème? Nou, dat zal ik je eens vertellen. Dat is crème die altijd in de aanbieding is. Ik ben wel eens in de Bijenkorf geweest. Ja, inderdaad. En toen moest ik ook op zo'n stoeltje zitten. Ja. En toen zei ze, mevrouw, oh, wat heb je nog een mooie huid. Welke crème gebruik ik? Oh. Ik zeg, nou, dat was natuurlijk geen reclame voor de Bijenkorf. Ik zeg, ja, de crème die in de aanbieding is, waar dan ook. Ja. Ik zeg, dus van alle soorten. Oh. Oh, zei ze, nou, dat was niet de bedoeling. U bent best bruin. Ja, dat is allemaal van de tuin, hè. En waar smeer je dan wel in? Of? Nee, want ik zit meestal in de schaduw. Oh, dat heb ik dus. Ik kan niet zo tegen de zon. Nou, vandaar de goede huid natuurlijk. Want zon is een van de ergste dingen. Ja. Mag ik nou lachen? Tuurlijk mag je lachen, ja. Dat ja, ik denk wel. Ik denk, daar komen de rimpels in. Nee hoor, nee, je mag altijd lachen. Oh. We doen even wat poeder op oma de huid. Een beetje de T-zone, weet u wat dat is? Nee? Uit wat hoor. Nou, dit is de letter T zo. Oh, de, ja. En dat glimt al het meest. Oh. Onthoud maar oma, want voor mijn kanaal gaan we natuurlijk de make-up sessie doen dat u bij mij make-up op doet. Dus onthoud de tips maar. Oh. Bronzing is dit. Dan kunnen we het gezicht een beetje zo wat lijnen geven. Wij ja, wat mooier maken zeker ja. U heeft mooie blauwe ogen, maar dan moet je juist geen blauw, dacht ik. Oh. Maar zelf is make-up ook niet mijn sterkste kant. Ik dacht dat koper dan mooi erbij staat. Ja. Dus ik heb hier zo'n palet, kijk. Met allemaal leuke koperachtige en natuurtinten. Nou, koperachtig, ik zou zeggen gouden tinten. Goudachtige tinten. Dat klinkt veel chique. Oh, mooi. Zo. Ik ga nu aan de buitenkant, dus zeg maar hier bij mij, kijk zo, ga ik een beetje donkere kleur aanbrengen. En ik zal je verklappen, dit is eigenlijk de look die ik zelf altijd mijn standaard look maak. Oh. Een mooie mix. Dat haal ik allemaal bij jou doen. Ja, oma. Mag ik wel een cursus volgen? Kijk maar even omhoog. Hoog, Sonny, kijk omhoog. Wat daar is de blauwe lucht. Die gaan we nu aanvullen met mascara. Nou, dit is wel spannend. Mooi. Ik heb echt oma nog nooit met mascara gezien. Nou, leuk. Ik zie zelf niks. Mooi. Oeh. Wacht, even goed. Oeh, wat eng. Als ik mis schiet. Het lijkt een operatie. Ik heb het nog nooit meegemaakt, gelukkig, een operatie. Maar... Ik ga denk dat ik geen eyeliner doe. Dat vind ik een beetje voor een oudere dame. Ja, niet doen, eyeliner. Hou me met de T-zone. Ja. Dat vind ik leuker. Ik heb een probleem. Oeh. Kijk, het jeukje, je mag dat. Ja. De laatste stap van deze look, de lippen. Doe me een beetje opvallend Opvallend. Ik heb deze van de HEMA, is een beetje donkerrood. Doe maar even zo. Zo deze vroeger. Maar dan is alles eraf. Oma, ik denk dat ik de look zo wel geslaagd vind, eigenlijk. Oh, ja, als ik een spiegel.
Je kijkt maar, oma. Oh, best leuk. Frontale, hoe noemen ze dat? Femme fataal. Femme frontaal. Nou, ik vind het toch wel leuk, ja. Nou, oma, ik denk dat we dan wel klaar zijn om een dagje de hort op te gaan. Ja, heel leuk. Dankjewel voor het kijken naar deze Femme-video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat oma Mieke een keer te gast was bij Femme. Tot ziens allemaal. Tot ziens. En op mijn kanaal kunnen jullie nog zien dat oma Mieke mij opmaakt. Oh.